Goedemorgen jongens, daar ben ik weer. Vandaag is het vrijdag en vandaag heb ik zoals elke vrijdag vrij. En zo dus vandaag ook. En ik open ja, de video in Chelsea haar kamer. Niet echt, ik ben helemaal uitgeput van de trap lopen. Oh, niet normaal. Ik ja, open de vlog hier in Chelsea de kamer. Niet per se omdat ik dat in gedachten had, maar mijn camera lag nog hier. Dus vandaar dat ik hem hier open. We hebben vandaag op de planning staan. Ik ga zo meteen... nou ja, ik ga zo meteen. Ik ben eerst aan het wachten op een mevrouw. Die komt voor de Hello Kitty buggy kijken. Als ze komt, want je weet nooit of die mensen komen natuurlijk. En dan ga ik eventjes wandelen met Chelsea. Oh, ik ben zo uitgeput jongens. Niet normaal. En dan ga ik dus wandelen met Chelsea en dan ga ik gelijk even langs de dokter. Gisteren was ik helemaal niet lekker na mijn rijles. En ik ga dus langs de dokter, want ik was gisteren heel erg ziek. Heel erg duizelig. Ik viel de hele tijd naar links. En ik kijk steeds naar beneden, want ik sta boven. Dus kan ik kijken of de auto's bij ons parkeren voor de deur. Ja, ik ga daarvoor dus naar de dokter, want ik was gisteren helemaal niet lekker. Twee paracetamols ingenomen, een pilletje voor de duizeligheid en het hielp nog steeds niet. En op een gegeven moment ben ik gaan slapen, vroeg ook. En nu gaat het wel goed. Ik ben nog wel steeds duizelig, maar niet zo heftig als gisteren. Gisteren was echt heel erg. Gisteren durfde ik niet te douchen. Nou, dat is de planning voor zometeen. Half twee is Diego hier, dan gaan we door naar het stadje. Om daar de bus te pakken. En dan gaan we door naar Utrecht Centraal. Daar staat mijn oma te wachten. En dan gaan we met z'n allen gaan we gezellig naar Woezelapip. Ja, gaan we naar Woezelapip. Hartstikke leuk. Nog nooit geweest. Ben ook benieuwd wat Chelsea het vindt. Chelsea zegt de hele tijd, ik wil niet, ik wil niet. Ja, dat is de bedoeling. Daarna gaan we naar de pannenkoekrestaurant op de Oude Gracht in Utrecht. Dus dat is de planning voor vandaag. En zo te horen een leuk dagje. Nou hoop ik ook dat alles mee zit vandaag. Zometeen eventjes ondertussen ook een broodje halen bij de winkel. En dan ga ik gewoon even lekker eten. Even lekker wandelen, frisse lucht. En dan gaan we de dag lekker starten. Ik ga nu naar beneden. Ga nog heel even snel mijn camera een beetje bijladen. Ik zie god niet hoeveel die is. Maar dus dat ga ik eventjes doen en dan zie ik jullie zo weer. Wij hebben ook een nieuwe buggy gekocht, hè? Ja, we moeten jouw haartjes nog doen. Het is helemaal plat. Oh, hand voor je mond, schatje. We hebben een nieuwe buggy gekocht en die staat in deze doos. Die gaan we eventjes uitpakken voor jullie. En dit is... Wow, we gaan niet vallen, schat. Dit is een hele simpele buggy. Althans, het staat op de foto. Deze nemen we mee op vakantie. Voor de mensen die mijn blog volgen, weten jullie dat wij in november naar Malta gaan. Wij gaan met z'n drieën, dus Diego, Chelsea en ik. Lekker vliegen, hè, met vliegtuig. En om nou de Hello Kitty buggy mee te nemen, vind ik een beetje te duur. Stel dat die kwijtraakt, dan hebben we een probleem. Dit is gewoon een hele simpele wagen en die willen we gewoon wel meenemen. En we hebben nog een Bugaboo wagen, maar die is weer te groot om mee te nemen. Dus we hebben een hele simpele. Nou ga ik die voor jullie even uitpakken. Dan moet je gelijk kijken. Want we moeten hem straks ook meenemen naar Woezel en Pip. Ik ga jullie even anders neerzetten hoor, denk ik. Ik denk dat ik jullie hier ga neerzetten. Grote doos. Hele grote doos, hè? Ja. Zo. Het is al de vierde buggy of zo. Nou, buggy, wagen. Ik niet. Kun je maar me helpen? Ja. Ja? Nou, help maar. Wat ga je doen dan? Ik kan een sleutel pakken voor jou. Een sleutel? Nee, een schaar. Durf jij dat? Ja. Durf jij dat, een schaar? Ligt daar het potje. Daar, bij de pennen. Hier? Nee, daar, bij de pennen. Ik zie al een blauwe en een gele schaar. Voorzichtig, hè? Ja. Heel goed van jou. Ja. Heel goed. Nou, zo is die goed, hoor, Charles. Nou, kom maar. Oh, nou kom maar knippen. Hop, dit is de voetenzak. Die heb ik er expres bij gedaan. Misschien past die van die Bugaboo erbij, dus hoef ik ook al het goed brengen. Langs voor die Hello Kitty buggy. Dus wij gaan nu verder met ons buggy, hè? We hebben een nieuwe... Vind je het niet erg dat je Hello Kitty buggy weg is? Vind je het wel erg? We hebben er toch niks aan. Kijk, er zit een mooie gordel in, Charles. Kun je ook niet vallen. Wat is dit? Dat moet ook niet gezet worden, nee. Dan hebben we deze nog, de kap. Kijk, zo'n kleine kap. Lijkt net voor een poppenwagen. Poetsen. Nee.
is dat dan? Goed? Ja. Nou, dit is de wagen dan, jongens. Yay! Alleen de kap moet er nog op. Die moet er wel op, maar ik heb geen idee hoe dat ding werkt. Maar dat ga ik nu even uitzoeken. Nou, de kap zit erop hoor, jongens. Het was heel makkelijk. Alleen, dat gaat nu helemaal zo door. Hij moet wel een soort van blikje hebben. Dus ik neem aan dat hij iets hoog moet, maar ik weet het niet zeker. Maar dat zoeken we nog wel uit. We gaan even onze jas aantrekken, hè, chick? En dan gaan we lekker een stukje wandelen met de buggy. Even broodje halen, we drinken. Ja. Oké, okay, toppie. We gaan nu de winkel. Ja. Wil je dat? Oké, okay, doe maar zo. Toppie! Yay! We zijn net terug van de boodschappen doen. We zijn even langs de dokter geweest. Ik pak ondertussen even Chelsea Krentenbol. De dokter die belt me straks terug voor de duizeligheid. Dus dan hoor ik meer. Ik kan nu niks vertellen dus. En dan horen jullie het later wel. Ga ik even lekker een broodje eten. Chelsea eet een... hoe heet het? Krentenbol. Lekker! En met kozijntjes. Met kozijntjes? Ja. Met kozijntjes? Ja. Rozijntjes, hè? Nou, ik wil even vertellen dat we aan zijn gekomen op het station. En we gaan nu naar de Amsterdam. We hebben kleine meid. Ik? Nee, die. Oh, ja, maar die slaapt. Chelsea, die is in slaap gevallen. Ze wordt zo wakker. Ja. Het lijkt veel op mama zo. Het lijkt veel op mama zo. Ik ook. Ja, lekker. Ze zit nu moeder. Maar we gaan dus naar Woesland Pip en mijn oma gaat gezellig mee. Ja, Diego staat erachter. Maar we gaan dus naar Woesland Pip in Hilversum. En we gaan hebben gezien. 1, 2, 3 halves. Jawel, maar waar is dat in Hilversum? Oh, in het theater. Nee. Ben je wel eens mee geweest? Nee. En daarna een verrassing voor jou. Oh ja, kom maar op met dat geld. Ja, dus dat gaan we doen. En maar ik heb jullie vandaag al de hele dag meegenomen, maar ik kon net ook niet filmen. Het was helemaal chaos, OV opladen en zo. Maar goed, mijn oom gaat me even geld geven, want ik had een parfum voor de gekocht. Hoef je het niet te weten? Auw. Nou, dus jullie hoeven jullie niet te weten. Zo, we zijn aangekomen in Hilversum. En nou lopen we een tunnel onderdoor en dan gaan we naar het theater toe. Hij wil niet in de video. Maar ja, we zijn dus aangekomen in Hilversum. We gaan even naar het theater toe lopen en dan film ik daar voor jullie verder. We zijn aangekomen in het theater. Gooiland in Hilversum. Nou, we zijn aan het lopen naar het balkon van Woesel en Pip. Mijn oma komt er ook aan. Zo. En dan moeten we denk ik hier naar binnen. Beetje wazig allemaal. Wauw. Ja. Maar wel op rij 3. Zo, even de stoel zoeken. Nou, we zitten in ieder geval op een goede plek. En dan kan het allemaal zo gaan beginnen, Chelsea. Kan zij ook wat zien? Ja. Chelsea. Oh, lekker. Waar zijn we nu? Goed zo. Gaat zo beginnen. Thank you.
Dingen. Moesla Pip. Nou, ik doe het nooit meer. Diego ook niet. En mijn oma vond het ook wel leuk, maar ja, ja, heel rommelig. Nee, waren krappe ruimtes dat wel. En de kinderen waren rumoerig en of die hadden een schoen in je nek of in je kop. Dus ja, maar ja, het zijn kinderen, zou je dan zeggen. Ik heb een groot smoel houden, of niet? Ja, ja, Chelsea was inderdaad stil, ja. Ja, het is wel zo. En die baby's moet je, het is vanaf 2 en dan gaan ze baby's meenemen, weet je. Dat, dan gooi je ze eruit. Maar goed, we gaan lopen naar Utrecht. Oh, mijn oma gaat rijden, dus kan ik filmen. Dat is. Nou, wat we hier nou tegenkomen, in één keer hangt Skermie hier. 4 november tot 10 december, dus gewoon allemaal komen. Dat is waar Diego en ik vorig jaar ook al mee deden. En we zijn aangekomen bij het pannenkoekenrestaurant. Yay! En dan vind je het leuk dat we hier zitten? Ik vind het niet. Ja, dus ik wil even gaan zien. Ja. En de trouwens, ik heb een heel erg leuk gemaakt. Toppie. Chelsea! Chelsea! Ik heb een salami pannenkoek. Lekker! Diego heeft zalm, gerookte zalm. En mijn oma heeft spek met champignons. Chelsea gewoon naturel. Goeie! 1, 2, hoppa! Goed zo! En we hebben allemaal een heerlijk toetje natuurlijk, hè? We are home! Yay! Wie hebben we daar? Deze. Ja, moet je even aan oma geven. En dat is Charlie. Is dat Charlie? Ja. Oh, dat ben jij. Lijkt er wel een beetje op. En de superwoezel. Die is groot, ja. Oh, die is groot. Wat leuk. En nog. Deze. Was het druk? No. Ja, stemmen vol. Wow. En de buurpoes. Deze van oma Nanny. No. Ja, die is van de pannenkoekenrestaurant. Mocht ze een cadeautje uitzoeken. Oh, wat leuk. Deze nog. En ook leuk. We missen er één. Oh ja. Of zit die daarin? Nee. Dat is de? Wie is dat? Dat is er nog in. Ja. Wat is dat? Nee. Een sloddervos, hè? Ja. Een sloddervos. Ja. En dan zit er nog eentje. En nog. En. Wie is dat? Deze. Wie is dat? Nee! Wat dan? Een konijn. Nee! Een mol! Ja! Een mol! Ah. Dan heeft ze de hele familie. Godzijdank. En deze. Wat er ook nog. In hand, zeg. Deze ook nog. Nog één? Ja. Wat dan? Oh, die DVD. Nee! Ja. En die. Ah, ja. Heel goed. Nou, helemaal mooi, hè? Goh, veel knuffels, hè?